Voetbaltoernooi op Cruijffcourt, overval op tankstation, huldiging voor Ron de Wilde, nieuwe pinautomaat op Varkensmarkt, PvdA uit zorgen over verkeerssituatie, nieuwe flipjezegels in omloop en leerlingen voor één dag raadslid. Dit is StadsTV Tiel Actueel. Woensdag 17 november werd er een voetbaltoernooi georganiseerd op het Cruijffcourt aan de Waddenooielaan in Tiel. Het toernooi voor jongeren van 9 tot en met 12 jaar werd geopend door burgemeester De Vreese. Dat team gaat staan. Eén team daar, één team daar. En dan schiet ik die bal. Akkoord? Ja, akkoord. Hey, mooie middag. Chelsea, kom. Loos. Ja, maar erin. Ja. Loos. Nou, daar gaat het. Opstellen. En dan begint die. Tegenwoordig. Zaterdag 13 november om 10 minuten over 8:30 in de avond is het tankstation aan de Haverdijk in Tiel overvallen. Er raakte niemand gewond. De overvallers zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. De politie staat er kort na de overval met een buurtonderzoek. Ook zijn mensen die kort na de overval binnenkwamen verhoord. Het gaat om twee jonge daders tussen de 18 en 20 jaar. Rond de 1,70 meter lang, hadden een tenger postuur en droegen zwarte bivakmutsen en handschoenen. Een van de daders sprak met een buitenlands accent en had een getinte huidskleur. Was u getuige van deze overval of hebt u rond het tijdstip van de overval iets bijzonders opgemerkt? Neem dan contact op met het overvallenteam van de politie Gelderland-Zuid. Dit kan via 0900 8844. Woensdag 17 november ontving wethouder Driessen Ron de Wilde in het Ambanshuis. De heer de Wilde is al vele jaren actief bezig met de taekwondo-sport. Onlangs promoveerde de Nederlandse Taekwondo-federatie de Wilde tot de achtste dangraad. Hij is hiermee de jongste bezitter van de achtste dangraad in Europa. De Tielse binnenstad is over niet al te lange tijd een pinautomaat rijker. Deze komt in de pui van de winkel aan de Varkensmarkt nummer 5. Na de plaatsing van de automaat kunnen bezoekers aan de stad ook in de oostelijke entree geld uit de muur trekken. In het Tielse winkelgebied staan op dit moment 2 pinautomaten, waarvan er 1 alleen tijdens winkeltijden toegankelijk is. De verleende bouwvergunning wordt binnenkort gepubliceerd in de openbare mededelingenpagina in het Huis en Huisblad De Zakengids, waarna spoedig de automaat geplaatst kan worden. Het verkeer op de burgemeester Meslaan zal binnenkort voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de Groenendaallaan en de president Kennedylaan, die een doorgaande route zullen gaan vormen. In de praktijk betekent dit dat weggebruikers als de schooljeugd en bewoners van Vrijthof, die veel gebruik maken van deze kruising, een drukke doorgaande weg zullen moeten oversteken. In de toekomstige situatie zal het verkeer op de burgemeester Meslaan bij alle kruisingen voorrang houden, behalve de Groenendaallaan en de president Kennedylaan. Dat zou verwarring kunnen veroorzaken, aldus de PvdA, die het college van BMW inmiddels schriftelijk heeft laten weten bezorgd te zijn over de veiligheid van de weggebruikers na de omgekeerde voorrang. Raadslid Beijer hierover. We staan hier op de burgemeester Meslaan, een belangrijke doorgaande verbinding van en naar het centrum van Tiel. Maar dat blijft niet zo, want er zijn plannen om deze weg autoluw te maken. En dat betekent dat die opnieuw zal worden ingericht. En dat heeft tot gevolg dat de kruising hier, waar we nu staan, de kruising met de Kennedylaan en de Groenendaallaan, anders zal worden. Hier wordt de voorrangsituatie omgedraaid, zoals dat heet. Dat houdt in dat het verkeer op de Meslaan hier moet stoppen en voorrang moet verlenen. Nou is een deel van de weggebruiker hier nogal kwetsbaar. Denkt u maar aan de fietsers, maar ook aan de bewoners van Vrijthof, de schoolgaande jeugd die hier 's morgens passeert. En al die mensen krijgen straks te maken met een bijzonder onveilige oversteek. Wij hebben het college van BMW dan ook gevraagd om hier goed op te letten, eventueel aanvullende maatregelen te nemen, want wij willen risico's voor deze groepen natuurlijk zo veel mogelijk uitsluiten. Daar komt bij dat de voorrangssituatie op deze weg eigenlijk intact blijft op de Meslaan. Alleen hier wordt die veranderd. Dus ook dat zou verwarring in de hand kunnen werken. We zijn hier vlak bij het ziekenhuis. Maar desondanks zeg ik, voorkomen is altijd nog beter dan genezen.
De realisatie van het project West-Luidense Poort aan het Bleekveld in Tiel komt steeds dichterbij. Het gebied rond het voormalige GGR-gasgebouw gaat ruimte bieden aan een ondergrondse parkeergarage voor circa 580 wagens, culturele voorzieningen, woningen en eventueel een bioscoop. Naast mij ziet u de maquette voor de West-Luidense Poort. Grofweg het gebied tussen Rechtbank en de Agnietenhof. In dat gebied gaan de komende jaren een aantal ontwikkelingen plaatsvinden. Belangrijk is dat in het voormalige gasgebouw de Plantage, het Centrum voor de Kunsten, een nieuw onderdak krijgt. En dat daar een nieuwe vleugel wordt aangebouwd en dat daar de bibliotheek wordt gehuisvest. Tevens is er plaats voor 580 parkeerplaatsen ondergronds. De plek waar nu de huidige bibliotheek staat kan worden omgebouwd of eventueel gesloopt en dan opnieuw herbouwd, is plaats voor een nieuwe bioscoop. 24 november vindt een informatieavond plaats over het project West-Luidense Poort. De avond begint om 8 uur en vindt plaats in het voormalige GGR-gasgebouw aan de West-Luidense straat 46. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen en met hun vragen en opmerkingen de hele avond terecht. Vanaf heden zijn er flipje kerstkaarten met bijpassende kerstzegels te koop. Het setje bestaat uit 10 dubbele kaarten met bijpassende enveloppen en 10 postzegels, kost €10 en is te koop bij het Flipje en Streekmuseum en bij de Zaak van de Stad. De zegels en kaarten vormen de afsluiting van het jubileumjaar van de 75-jarige Flipje. 2010 is het jaar van Flipje, dat sluit op een leuke manier af. We hebben dit als afsluiting gekozen voor de kerstkaarten van Flipje met bijbehorende postzegels. De setjes van 10 stuks kaarten zijn te krijgen bij de Zaak van de Stad en bij het museum. Dit zijn ze. En het belooft volgens mij een buitengewoon vrolijke kerst te worden als alle Tielenaren hun kerstgroet via deze kaarten en postzegels versturen. Op 18 november organiseerde de gemeente Tiel in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek, het IPP, het project Wegwijs op het gemeentehuis. Aan dit project deden ongeveer 70 leerlingen van het RSG Lingen College mee. Voor één dag vervulden zij de rol van gemeenteraadslid. Raadslid De Heus. Wegwijs op het gemeentehuis is een project waarbij ongeveer 70 leerlingen van het VMBO Lingen College hier in Tiel een dag lang de gemeenteraad naspelen. Ze krijgen daarvoor een echt bedrag van de gemeente om een project te bedenken rond het thema dit jaar Lekker in je vel. En met elkaar gaan ze in groepjes aan de slag om verschillende ideeën uit te werken rond dat thema. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn een sportdag of gezond eten promoten. En uiteindelijk is er dan om 4 uur 's middags een gemeenteraad, een jeugdgemeenteraadsvergadering, waarin het winnende project wordt gekozen. En dat project gaan we als gemeente ook daadwerkelijk uitvoeren. Tot zover StadsTV Tiel Actueel. Hebt u informatie voor ons? Laat het ons dan weten. Dit kan via info@stadstvtiel.nl.